Kustunie noemt dat net ook al. Erg Ik vind het jammer dat de besluiteloosheid blijft, geen actie ondernomen wordt. Iedere keer wordt gesproken over afbraak, er wordt niet serieus nagedacht over hergebruik. Dat zou op zijn minst moeten, om te zorgen dat daar ook initiatieven in ontplooid worden. Iedereen die denkt aan hergebruik, die haakt af, omdat er alleen maar gesproken wordt over afbraak. Dus laten we zeggen, vanuit het gemeentehuis en alle mensen die daarbij betrokken zijn, blijven mensen maar praten over afbraak. En iedereen die serieuze plannen heeft. Ja, moet jij nou niet doen? Nee. Ik heb het ook niet over afbreken, ik heb het over hergebruiken. Maar dat is het probleem. Er wordt geen energie ingestoken. En we hebben plannen. Boei, onze ontwikkelaar op dit moment waar wij mee spreken, die is met financiers aan het praten. En ik heb goede hoop dat dat positief ontwikkelt en dat dat een positieve afloop krijgt. Dat die met een bod gaat komen. Want de vorige initiatiefnemer die met ons mee wilde doen, die heeft afgehaakt omdat hij veel te lang heeft moeten wachten op antwoord. Die vond het niet meer zinnig om daar zijn geld voor te reserveren.